Ja, jullie hebben een aardige beenploeg, Leon. Ja. Ja, als je zo zegt, wel. Ja. Ja, waarom was het zo spannend, de eerste helft met name? Nou ja, die eerste goal reken ik mezelf al aan dat ik in moet stappen. En ja, laat het houden op een beetje wedstrijdritme wat ik dan mis. En ja, de penalty denk ik ongelukkig. Ik denk wel dat je best wel wat kansen hebt gecreëerd. Maar ja, zij deden het op zich goed. Ja. Volgens mij twee kansen en twee goals. Dus, ja. Wat deden jullie naar rust beter? Ja, ik denk gewoon de bal wat beter laten gaan en wat rustiger aan de bal. Wat minder geforceerd de beslissende bal willen geven. En nul goals tegen. Dus dat deden we ook beter. Ja, is het al met al een zwaar bevochten overwinning eigenlijk? Nou ja, de eerste helft wel. Ja, we moesten toch wel even gas geven, maar dat weet je. En we hadden best wel, best wel wat balsnelheid ook in stijl. Dus niet dat het allemaal niet wilde. Maar ik denk uiteindelijk wel dat je nog extra moeite hebt moeten doen om een overstreep te trekken. Maar zij werden ook een beetje moe nog op het eind. En dan... Dat helpt allemaal wel mee, ja. Eindelijk weer een keer spelen. Dat is ook wel lekker. Ja, dat is ook wel lekker, ja. Hoe is het voor je op de bank? Ja, niet leuk. Vorige week nog gesprek gehad met de trainer. Maar Over? Over de situatie. Ja, dus, maar goed, verder. Wat ik zei, ik vind de trainer nu niet eens een kut trainer. Het is nog steeds een goede trainer. En we hebben nog steeds een leuke ploeg. En we staan bovenaan. Dus wij hebben niks te klagen. Ja, nee. Ik persoonlijk dan misschien wel. Maar ja, dat is minder belangrijk. Ja, maar wat was de insteek van het gesprek? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je een rol zo blijft als die is? Ja, dan moet ik beter mijn best doen. Ja. Ja. Het is niet zo dat je dan denkt van dan gaan we in de winter stoppen, lekker wat anders doen. Nee, dat niet. Nee. Je moest er wel even over nadenken. Nee. Wie moet er in de volgende ronde? Nou ja, nog een leuke thuiswedstrijd denk ik. En dan, als we die doorkomen, een keer een mooie profclub uit. Gaan we op hopen. We zien het zaterdag. Dankjewel. Dankjewel.